Motorkleding moet je net als gewone kleding af en toe schoonmaken. Maar waar moet je op letten? We reizen af naar Breda, waar Rogier vast een antwoord heeft op onze schoonmaakvragen. Rogier, dan heb je die felbegeerde motoroutfit. Je bent helemaal compleet. Maar hoe heb je daar nou zo lang mogelijk plezier van? Heb jij nog tips? Jazeker. Het is heel belangrijk dat je je pak goed onderhoudt. Zeker de helm ook. De helm die heb je vaak op. Gel, zweet, zuur daarvan. Die gaat in de wangkussens zitten. Dus heel belangrijk dat je die regelmatig een keer uitwast. Dat de polyether van de wangkussens weer zijn eigen pasvorm kan aannemen. Want die gaat slinken. Ja, want het heeft namelijk echt effect. Al dat spul wat uit je zweet komt. Hè, of wat uit je lijf komt. Dat heeft effect op het kunststof aan de binnenkant. Hè? Ja, ook de EPS binnenschaal van de helm. Die leidt daaronder. Die wordt hard. En die moet eigenlijk zacht blijven. Zodat die zo lang mogelijk zijn dempende werking houdt. En zolang je die helm niet onderhoudt, dan gaat hij alleen maar afschrijven. Ja. Dus het is heel belangrijk om die goed te onderhouden. Oké, dan nog even naar het vizier. Ja, het vizier van buiten goed afdoen. Dan mag je met een natte doek doen of met een speciale spray die wij verkopen. En als je gewoon een natte theedoek oplegt en je zou even wachten, kun je hem afwrijven. Zodat je er geen zand in gaat wrijven. En de binnenkant, daar moet je eigenlijk nooit water of iets bij gebruiken. Een zachte microvezeldoek, omdat de pinlock van een zacht kunststof is die heel snel krabt. Ja, precies, want dat is nog een vraag. Weet je, als ik zo'n pinlock heb, die zit ongeveer een half jaar goed. Ja. Daarna gaat het regenen en dan denk ik, verrek, hij beslaat toch aan de binnenkant. Hoe zit dat? Ja, ook weer de zachte kunststof. Kan zijn dat door trillingen en de zon en alles, dat die weer iets strakker gezet moet worden. En dan kun je altijd langskomen bij ons en dan zetten we hem weer een tikje strakker. Zorgen we dat hij goed afgesteld is, dat er geen valse lucht bij komt en waardoor die dus inderdaad aan gaat slaan op de muur. Oké. En dan even door textielkleding, want dat heeft ook zijn eigen eisen aan onderhoud, toch? Ja, zeker. Ook weer die zuren en de huidschilfers, de vetten en alles wat tegen de binnenkant, tegen het membraan aan gaat zitten, zorgt ervoor dat de regendruppel naar binnen wordt getrokken eigenlijk. Dus die wil je jaarlijks eigenlijk 1 à 2 keer wassen, ligt eraan hoe vaak je ermee rijdt. En is dat iets wat je zelf kunt doen of zeg jij van, nou ja, je kunt hem ook hierin brengen? Ja, je kunt hem bij ons brengen als hij bij ons gekocht is en dan wassen we het product uiteraard gewoon naar behoren hoe dat het in het wasvoorschrift is opgeschreven. En we kunnen ook de buitenkant eventueel reinigen voor je als er veel vliegen op zitten. Stel nou dat je dat zelf wil doen, is dat ook heel makkelijk. Pak weer die natte theedoek eigenlijk, lauw, die leg je erop. Ga niet meteen boenen met een schuurspons of iets wat we ooit wel eens meekrijgen. Okay. Dat de stiknaden kapot gaan. Maar gewoon even laten inweken, dat je alles er rustig af kan wrijven. Oké. Nou, en dan is er nog leren kleding, want dat heeft weer zijn eigen eisen aan onderhoud. Als het bijvoorbeeld bij leer, als het geregend heeft en het pak droogt op, dan droogt er van alles mee op uit dat leer. Okay. Dus je wil echt wel dat pak na een regenbui een keer goed invetten. Sowieso jaarlijks invetten om te zorgen dat het soepel blijft. Dat het nog meer naar jouw pasvorm gaat zitten. En dat natuurlijk het leer ook van kleur hetzelfde blijft. Is heel belangrijk. En dan voor de buitenkant weer hetzelfde. Een natte theedoek even erop leggen. Boenen niet te hard. Dat de stiknaden goed blijven. Zodat alles schoon en goed blijft om mee te rijden. Ja, precies. En dan is het ook nog een kwestie van, je moet het niet in de zon hangen om dat te laten drogen. Maar echt, volgens mij moet je dat er gewoon op gewoon een beetje donkere plek. Natuurlijk laten drogen. Zodat het gewoon eigenlijk verdampt en rustig uitdruppelt. Zelfs met de wangkussens. Leg dat echt niet bij de verwarming. De laarzen ook niet voor de protectie die erin zit. Die gaat vervormen. Ja. Je ziet wel eens dat mensen hem achter de verwarming proberen te duwen. En dat de plastic neus dan in één keer helemaal naar binnen is gezakt. Niet doen. Nee, niet doen. Echt gewoon ergens wegzetten. Hooguit een krant erin als het echt snel moet drogen. Maar meer echt niet. Oké, Rogier, nou had je het dus net over kranten in je laarzen stoppen. Nou heb ik wel eens dat ik denk, ik heb een paar natte laarzen, maar ik wil over een uurtje weer rijden. Zijn daar nou nog oplossingen voor? Ja, natuurlijk. Buiten de krant om is er ook een elektronisch apparaat van Shoefresh. Die zorgt ervoor dat die met warme lucht en met ozon antibacterieel ervoor zorgt dat en de stinklucht eruit gaat en dat de laarzen of de helm eventueel gedroogd wordt. En dat is natuurlijk een stuk sneller dan dat je hem heel de nacht laat hangen of laat staan in de garage totdat het een keer droog is. Ja, precies. En als ik nou geen zin heb om dat ding te kopen, jullie hebben er ook hier eentje staan. Dus ja. Als ik nou met een paar natte laarzen hier kom, dan kan ik hier even de boel laten drogen. Ja, dan leggen we heel het apparaat uit, laten we even zien hoe het werkt. Zorgen dat de laarzen gedroogd worden en dat de ozon naar binnen gaat. Oké, nou goed geregeld. Dankjewel man. Graag gedaan.